En in 1997 tot 2000 werd als mangrove ingehuurd om presentaties te geven in Media Plaza voor het toenmalige internetdemonstratiecentrum, het demonstratiecentrum van de elektronische snelweg, zoals dat heet. En er kwamen dan bedrijven en die kregen dan, wij lieten zien wat er allemaal in Amerika gebeurde. En een van de eerste sessies die ik daar deed was een ING-sessie en de top van ING's kwam daar. En wij gaven aan wat banking was in Amerika, hoe ver ze waren. ING had nog geen website. Of misschien net aan iets. En we lieten zien wat er allemaal in Amerika mogelijk was. Eind van de sessie, iedereen enthousiast. Wij aan de borreltafel. En de directeur van ING komt naar me toe en zegt: Wauw, wat je me nu allemaal vertelt, waanzinnig. En ik hoor van Vincent Evers, hoor ik, dat jij een bedrijfje hebt en dat jullie website maken. Ik zeg: ja, we maken een website. Ik zeg: kan je dan ook de website voor de ING maken? Ik zeg: nee, dat kan ik niet. Nou, dat is wel echt een beginnersfout. Ik had natuurlijk alles moeten doen om het mogelijk te maken. Maar op dat moment dacht ik van, er moet zoveel gebeuren en je weet eigenlijk niet wat je aan me vraagt. Dus dat was een... die vergeet ik nooit meer.